Met de dag wordt het steeds duidelijker dat we het aantal coronatesten moeten uitbreiden om de COVID-19-pandemie in te dijken. Op vraag van de federale overheid draagt een groep van farma- en biotechbedrijven en onderzoekscentra over heel België hiertoe bij. Laten we eens kijken naar zo'n initiatief in het Gentse dat werd opgestart door Biogazelle. Alles start met het verspreiden van testkits naar de woonzorgcentra. Bij CRI, een labo voor medische analyses, worden per dag duizenden testkits samengesteld en verdeeld. De woonzorgcentra die deze kits ontvangen, hebben zorgverleners die werden opgeleid om de staalafnames correct uit te voeren bij alle inwoners en personeelsleden. De stalen worden vervolgens terug opgehaald door CRI en naar hun labo's in Zwijnaarden gebracht. Bij aankomst worden de individuele stalen geregistreerd en herverdeeld voor analyse. Deze worden dan verstuurd naar een van de labo's in UZ Gent, VIB, Anacura of UGent. We bevinden ons nu bij VIB, in labo's die speciaal zijn uitgerust om op een veilige manier te werken met stalen die met het coronavirus besmet zijn. Laboranten en onderzoekers die opgeleid zijn in het veilig omgaan met besmettelijke materialen, registreren de stalen voor verdere opvolging. De tubes met wattenstaafjes worden geopend en van elk staal wordt een deel bewaard voor het geval later nog verdere tests nodig zijn. De rest wordt verwerkt om het virus onschadelijk te maken. Vanaf dat moment is het veilig om het staal te testen. In een volgende stap worden de stalen overgebracht naar het nabijgelegen biotechbedrijf Biogazelle voor de verdere gerobotiseerde analyse. Eerst wordt het RNA, waarin de genetische informatie van het virus opgeslagen is, vrijgemaakt uit het staal. Vervolgens wordt de zogenaamde PCR-test toegepast om te onderzoeken of er RNA van het virus op het wattenstaafje zat. Artsen kunnen na 1 of 2 dagen het resultaat raadplegen op een digitaal platform, zodat zij de inwoners en het personeel van de woonzorgcentra kunnen informeren. Net als elders in België heeft deze gezamenlijke aanpak van bedrijven en academische instellingen bijgedragen aan de nationale inspanningen om zoveel mogelijk mensen te testen. Het succes van dit initiatief is in grote mate te danken aan alle vrijwilligers die zich dagelijks inzetten bij het verwerken van de stalen.